good is. It's Jasna. Hi. We zijn vandaag boba tea aan het maken. Ja. We hebben tapioca pearls, brown sugar. We gaan het gewoon proberen. Oké, dit is de update. Ik heb mijn dus in zo'n glas gedaan. En ik had dus nog een rietje van een vorige boba bestelling. En dit smaakt echt lekker. Alleen we hebben de boba te kort gedaan. Dus het moest langer. Ja. Dan worden ze wat zachter. En we gaan boba rietjes bestellen, want dit... voor het huis. Dus laten we het openmaken. Ik had zin om online wat dingetjes te bestellen en ik zag dat Xenia's best wel leuke dingen had. Ik heb allereerst rietjes gehaald van glas met een borsteltje. Ik vind ze echt super leuk en ze waren ook echt goedkoop. Volgens mij waren ze echt maar 2 euro voor 4. En wat ik nice vind is dat ze zeg maar recht zijn. Ik heb er 2, want ik heb ook nog een paar van mama gekocht. Ik heb een heel groot pak met wierook gehaald. Ik ben een beetje los gegaan. Ik heb er 6. Maar deze ruikt echt super lekker. De Sandalwood Bamboo Stick Natural Wood Powered Essential Oil. Oil. Lekker. Vaccinelichtjes. Altijd handig. De vaccinelichtjes gebruik ik vaak in deze zoutlamp achter. Kijk, vaccinelichtje. Ook in de badkamer. Ik heb deze jar gehaald, want mijn buurmeisje... heeft een plek gevonden waar je verse kimchi kan bestellen. Dus we dachten we kopen van dit soort potten om de kimchi in te bewaren in de koelkast. Super nice. Dus ik heb 2 van deze gehaald. Ik kreeg trouwens best wel veel vragen op Instagram over mijn sweater. En hij is origineel van Champion. Ik heb hem bij Vinokilo gekocht. Dat is een online vintage winkel. Ik zal het linkje wel hieronder in de beschrijving zetten. Dus het volgende wat ik heb besteld... Ik heb een nepplant besteld. En... Oh. Huh? Wacht. Hoe werkt dit? En het is dus een hangplant. Maar dan nep voor in de badkamer. En ik wilde deze heel graag. Want mijn badkamer heeft geen raam. Dus ja, geen enkele plant overleeft het daarin. Huh? Ik snap hier vrij weinig van. Oh zo. Oh kijk! Zo cute. Ik ga hem gelijk even ophangen. Kom. Kom mee. Oh my god, wat doe ik? Ik dacht dus wel dat er meer aan zou zitten. Het is nu een beetje zielig. Waar ik dus wel blij mee ben, is dat het wel echt lijkt. Het heeft maar 3 van die slierten. Dan denk ik, ja... Dat was volgens mij niet op de foto, maar goed. Ik had nu eerst deze. Ook wel heel cute, maar ik was een beetje klaar mee. Ik dacht, dit is wel een leuke plek.
Als hij het houdt. Heb ik ook weer niet over nagedacht. Oh my god. Is dit leuk? Beetje gekkig. Ik vind het wel een cute gezicht zo met dat bad. Of ik kan hem op de ladder doen. Zullen we dat eens kijken? Want hier, ik weet ook niet of dit gaat houden. Ook een beetje. Oh. Dat past niet. Daarop. Op zich is het best cute. Maar nee, dit is niet helemaal de vibe. Het is toch gek? Geen enkele plant is zo. Van veraf vind ik het wel heel leuk. Wat vinden jullie? Let me know. Maar dus het loopt niet heel mooi in elkaar over of zo. Ik ben wel blij dat het een beetje groen in de badkamer zit. Dat doet me wel goed. Ik moet het even laten bezinken. Ik zou het op zich wel leuk vinden om hem daar te hebben. Maar dan moet ik even een theezak kopen en hem daar ophangen. Ik wil trouwens sowieso echt een andere badjas. Ik heb deze badjas echt al jaren. Ik voel de luipaardprint niet helemaal meer. Als jullie nog leuke sites weten met hele mooie badjassen, let me know. Ik zoek er echt een hele zachte en een mooie. Gewoon wit of beige of zo. Ik was vorige week naar de Lidl geweest en ik zag dit. Er zit papaya in, ananas en mango. Dus lekker zomers. Wat ik echt even nodig heb, want het regent al de hele dag. Ik kreeg trouwens best wel veel vragen over de Nutribullet. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga er nog wel zelf amandelmelk bij doen. En misschien een beetje water en hennepzaad en chiazaad. Hallo met Romane. De gordijnen komen morgen. Oh, ik ben zo blij. Ik ben benieuwd. Ik ga nu een to-do-list maken voor vandaag. Wat ik qua werk ga doen. Ik gebruik dit super handige listboek. En deze had ik toen bij de Bijenkorf gekocht. Dan heb je dus hier allemaal lijstjes. Die kan je dan eraf halen. Echt heel handig. Vorige Love Diaries, mocht je die nog niet hebben gezien, ik zal het hieronder even linken. Heb ik een paar kaarten getrokken met boodschappen. Mocht je dat dus nog willen zien. Het zit een beetje aan het einde van de video. En heel veel van jullie vonden het heel erg leuk. En ik vond het zelf ook echt heel erg leuk. Nu doe ik het wel vaker. En ik dacht, ik laat jullie mijn nieuwe aankopen zien. Want ik heb 2 nieuwe card decks gehaald. Oh my god. Er zit dus elke keer een vraag bij of een boodschap.
En hier staat bijvoorbeeld van Who's Triggering You. Ik was echt een beetje shook hoe mooi ze waren. En de boodschappen die erop staan zijn ook echt super mooi. Dit zijn tarotkaarten. En voor de mensen die dat interessant vinden. Hier kan je echt hele mooie leggingen mee leggen. Dat klonk een beetje gek, maar daar kan je dus heel mooi mee kaarten leggen. En echt met bepaalde thema's. Zoals je al zag, had ik het bij Lynette ook gedaan. We hadden werk, relaties, persoonlijke groei, inzichten. En daar had ik dus kaarten voor getrokken. Nu heet deze kaarten Modern Witch Tarot Deck. De normale tarotkaarten die het vaakst worden gebruikt zijn best wel een beetje van vroeger. Dus echt, ik zou niet zeggen een beetje middeleeuwen vibes. Maar toch wel een beetje echt met ridders en nou ja, zo. Ja, deze zijn helemaal gemoderniseerd. En ze zijn ook met feminine empowerment. Wat ik echt super leuk vind. Ze hebben ook echt van die coole kleren en zo aan. En mocht je dit interessant vinden, dan kan ik hier meer over vertellen. Maar het leek me wel erg leuk om readings te gaan geven. En dan met speciale thema's. Het leek me gewoon heel erg leuk. Dus dat komt er nog aan. Dit is echt meer voor boodschappen. En dit is echt voor tarotleggingen. Ik ga sowieso nog voor Your Inner Glow. Komt er nog een website. Er komen producten, diensten. Ja, het wordt echt heel erg nice. Dus